ik ben Olaf Jansen. Ik werk als Wikimedia coördinator bij de KB in Den Haag. En dit is gewoon even een geïmproviseerd verhaal wat ik toevallig bij me had. En ik wil even jullie in harde getallen wat laten zien over de impact die je kan doen door beelddonaties van publiek domeinmateriaal te doen aan Wikimedia Commons en vervolgens die beelden in Wikipedia te zetten en wat er dan met je publieksbereik van je beelden gebeurt. En wij als KB doen regelmatig beelddonaties en we doen niet alles wat we digitaal hebben, maar we proberen wel een prioritering daarin te zetten. Ten eerste moet auteursrechtelijk vrij zijn, dat betekent in ons geval dat het altijd in het publieke domein moet vallen. We proberen ook te kijken welke beelden of welke beeldsets of deelcollecties die we hebben aansluiting vinden of resonantie vinden binnen de Wikimedia gemeenschap. Dus we proberen dat ook te sturen. Hè. Dan bedenk je bijvoorbeeld middeleeuwse handschriften, dat doet het goed. Of plaatjes van dieren, dat doet het ook goed in de Wikipedia gemeenschap. Het moet ook een beetje mooi materiaal zijn om naar te kijken. Het moet gewoon visueel leuk zijn. En we proberen ook zoveel mogelijk pixels ter beschikking te stellen, zodat we ook mensen in staat stellen uitsneden te maken uit ons materiaal, zonder dat dat gelijk zo'n mini thumbnailtje wordt, maar dat het ook nog van fatsoenlijke resolutie is. En ik wou nog even één gevolg van die beelddonaties die wij periodiek doen met jullie even doorspreken. En dat wou ik aan de hand van deze truc doen. Ik heb maar even de grote geheimzinnige magische 107 truc genoemd. En je begint eigenlijk met weinig en dan doe je een dingetje en dan heb je opeens heel veel. Nou, dan moet ik even uitleggen, denk ik, hè. En ik wou dat doen aan de hand van een van de topstukken uit onze collectie. Dat is het vijfdelige vogelboek De Nederlandse Vogelen van Nozeman en Sepp. Dat is een boek uit eind 17e eeuw, begin 18e eeuw. Er is geloof ik 50 jaar gedaan om die vijf delen te maken. En in die boeken worden de Nederlandse vogelen uit die tijd bijna op ware grootte afgebeeld en ook beschreven. En wij stellen die vijf boeken als topstuk via onze eigen website beschikbaar via een imageviewer in hoge resolutie. Dus daar kan je de vogel zien, in dit geval de ekster, in beeld. En daarnaast wordt er een heel verhaal over die ekster verteld. En bij ons op de website kan je gewoon dat boek helemaal integraal doorbladeren, of die vijf boeken. Ik heb eens gemeten in 2016 alweer hoe vaak dat boek, die vijf boeken in totaal, bij ons op de eigen website bekeken wordt. Dat doe je gewoon met Google Analytics. En zoals je kunt zien, onderaan de streep, in dat hele jaar werd dat boek 34.000 keer opgevraagd. Een jaar eerder, in 2015, toen wij dat boek verworven hebben, toen hebben we dat boek ook gedigitaliseerd. En toen heeft, als ik me goed herinner, Hai, die heeft dat boek geüpload naar Wikimedia Commons. En niet de tekst, maar alleen de afbeeldingen uit dat boek. In het totaal zijn dat 264 afbeeldingen van Nederlandse vogelen. En die staan dus nu allemaal op Wikimedia Commons. In één centrale categorie. Nou, dat is leuk dat ze er staan, maar wat je uiteindelijk wil is dat die afbeeldingen gebruikt gaan worden in bijvoorbeeld Wikipedia artikelen. Nou, daarvoor hebben we samenwerking gezocht met is Wilma er ook nog? Die zit beneden. Nou, de Dick en Wilma, dat zijn niet alleen enorme liefhebbers van Wikipedia, maar ook van vogels. Dus dat was een super goede match. En Dick en Wilma zijn aan de slag gegaan om die afbeeldingen vanuit Commons in Wikipedia-artikelen te doen verwerken. Nou, zoals je ziet, er is nu bijvoorbeeld in het Nederlandse artikel over, wat is dit, de ekster. Daar staat nu een van die Nederlandse vogelen. In het Engelstalige artikel over Anseriforms, dat zijn geloof ik gansachtigen, daar is ook een klein plaatje van de Nederlandse vogelen in opgenomen. Zelfs op de Griekse staat er één en op de Russische en zelfs op de Tamil versie van Wikipedia staat een Nederlandse vogel verstopt daar. Nou, toen zijn we eens gaan meten, we hebben van die 264 afbeeldingen hebben Dink en Wilma er 66 in Wikipedia-artikelen weten te stoppen. En in totaal in 213 verschillende Wikipedia-artikelen in maar liefst 52 taalversies. En toen zijn we gaan meten hoe vaak die artikelen dan in datzelfde jaar, in 2016, in zijn geheel werden opgevraagd. En dat is dus
ruim 3,7 miljoen keer. En als je dat dan vergelijkt met het gebruik op onze eigen website, dan heb je dus de grote magische 107-truc. Dus dit vind ik altijd een heel interessant kort verhaaltje om even echt te laten zien dat je veel meer bekijks trekt door publiek domeinbeelden in Wikimedia Commons en Wikipedia te verspreiden.